Nieuwsfeitjes. Het begin van een schooldag. Veel leerlingen zijn op hun telefoon bezig. Ze lezen op social media allemaal leuke berichten en gaan er vol in op. Oh my god, wil je zien? Justin Bieber is een nieuwe tatoeage. Oh my god, meiden. Ariana heeft een nieuwe product uitgebracht. Oh my god, die wil ik zo graag. Oh, dat wil ik zo graag. Het is een parfum. Oh my god, die wil ik echt super graag. Kijk hier, gewoon de nieuwste gadgets ook voor telefoons. Oh, oh my god, Katy Perry heeft geplaybacked voor een concert. Oh my god, dat kan toch niet? Heb je al de dance van Taylor Swift gezien? Die zijn echt zo cool. Dit nieuws vinden ze allemaal wel erg leuk. Maar het echte nieuws... Daar hebben ze geen oog voor. En het blijft allemaal heel oppervlakkig. 28 jaar cel voor een Belgische Syrië-strijder. Er is een nieuwe terroristische groep. Die moeten ze echt aanpakken. Oh joh, boeien. Een paar slimme leerlingen zien dit gebeuren. En vinden dat de leerlingen meer oog moeten hebben voor het nieuws. Ze moeten weten wat er echt speelt in de wereld. De volgende dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch lekker kinderen. Yes! Oh my god. Hij is eindelijk. Nee, dat is echt niet eindelijk. Hij had zo groot kunnen worden. Ja, hij had zo groot kunnen worden. Echt? Super erg. Ik vind het niet erg hoor. Heb je het al gehoord? Donald Trump is vermoord. Nieuwsfeitjes heeft het geïnstagramd. Hij is vermoord. Echt? Ja. Door wie? Ja, weet ze niet. De leerlingen gaan helemaal op in dit nieuws. En in de klas gaat de discussie verder. Dat gaat er soms best wel even aan toe. Echt, het is zo ziel voor de mensen. Obama was gewoon veel beter. Ja, hij zegt tenminste wat hij gaat doen en hij doet het ook. De andere presidenten doen dat niet. Hoe weet je het nou? Hij is pas niet eens hier president. Hij heeft nog niks gedaan. Dat is gewoon stom. Echt, hè? Nou, ik ben blij dat hij niks heeft bereikt. Hij deed alleen maar slechte dingen. Hij sluit mensen buiten uit andere landen. Gewoon discriminatie. Maar je vermoordt niemand. Jongens, even stil. Jongens, ik wil de les beginnen. Even stil. Jongens, even stil. Kan ik eindelijk beginnen? Ja, maar... Oké, fijn dat het nu stil is. Kunnen we nu beginnen met het bekijken van het jeugdjournaal? Hallo allemaal, welkom bij het jeugdjournaal van 10 mei. We hebben zojuist het bericht binnengekregen dat Donald Trump vermoord is. Als er meer informatie over bekend is, komen we bij u terug. Wat? Saskia, moet je horen! Trump is dood, hè? Ja, nee, echt. Ik ga het even delen. Instagram, daar, Trump is vermoord. Facebook, Twitter, Snapchat. Misschien moeten we het wegsturen dat het gewoon niet echt is. Ja, we hebben wel gelijk. Oké, ik ga gelijk beginnen. Even later in de klas, als de juf weer een beetje bijgekomen is, krijgt een van de leerlingen een extra nieuwsuitzending binnen op haar telefoon. Jongens, kom eens kijken. Hier, kijk hier, nieuws over Donald Trump. Hallo allemaal, welkom bij een extra uitzending van Jeugdjournaal woensdag 10 mei. We hebben zojuist het bericht binnengekregen dat het bericht van Donald Trump niet blijkt te kloppen. Een aantal kinderen hebben dit nieuws bedacht omdat er tegenwoordig weinig gediscussieerd wordt. Door dit nieuws werd gesimuleerd om dit wel te doen. Iedereen heeft recht op een eigen mening. Huh? Wat? Maar Trump leeft dus nog gewoon? Dit is echt bizar. Ik vind het eigenlijk best wel een goede grap. Het is eigenlijk best wel een slim plan om het zo te doen. Dat vind ik ook. Zo, ons plan is geslaagd. Nu durven ze eindelijk echt voor hun eigen mening uit te komen.